Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Begin je met broodbakken, dan sta je eerst voor een verscheurende keuze. Ga je voor bloem of voor meel en welke graansoort kies je dan? Volgens de molenaar Roelof Dogimont gaat er niks boven op steen gemalen granen. Het is een keuze voor volle smaken zonder toevoegingen. Roel verklapt in deze uitzending ook een eenvoudig recept waarmee je zo aan de slag kan. Goedemorgen, mijn naam is Roel Dogimont en ik ben molenaar op de Van Houwermeersmolen te Massme. Van Houwermeersmolen, een moeilijke naam, maar die refereert eigenlijk naar onze voorgangers die geslacht op geslacht deze molen in het verleden hebben uitgebaat. Ik ben hier sinds 2000 effectief molenaar, want dat is de eerste fase van de restauratie van de molen geweest, zodanig dat we al effectief konden malen. En sinds 2017 verkopen we ook meel en bloem aan de thuisbakkers. Als ik het heb over thuisbakkers, dan merken we zeker met deze coronatijden dat er een enorme opleving is van mensen die en kwalitatief brood willen hebben en ook de zin en de tijd hebben om zich daarmee bezig te houden. Wat wij hier verkopen zijn de basisproducten, dus dat betekent eigenlijk de twee tarwe of de twee graansoorten die echt dienen om brood te bakken. Dat is tarwe en dat is spelt. Zowel tarwe als spelt wordt verkocht in de meelvariëteit als in de bloemvariëteit. Wat is het onderscheid hiertussen? Meel betekent eigenlijk dat we de graankorrel 100% vermalen tussen de molenstenen. Dat meel komt naar beneden, komt in zakken terecht en wordt verkocht. Dat is dus eigenlijk 100% volkoren. Om bloem te bekomen moet je gewoon eigenlijk je meel zeven. Dat betekent eigenlijk door middel van een zeefinstallatie, in molenaarstermen noemen we dat een buil, betekent het meel eigenlijk alle kleine bestanddelen eruit zeven en dan bekom je witte bloem. Naar het gebruik in brood heb je heel veel smaken. Heel veel mensen vinden 100% zuiver meel, dus 100% volkoren brood, soms wel iets te zwaar en hebben dan de neiging om een mengeling te maken, meel en bloem, zodanig dat hun brood een stukje luchtiger is. Naast tarwe en spelt verkopen we ook rogge en gerst. Dat wordt ook vermalen tot meel. En dat is eigenlijk een smaakmaker. Daarmee bedoel ik dat men bij zijn mengeling van tarwe of spelt nog eens een klein percentage roggemeel doet of gerstemeel om specifiek de smaak van rogge of van gerst bijkomend in je brood te hebben. Tarwe en spelt komen eigenlijk van dezelfde oerfamilie en je moet bedenken, laten we zeggen zo 7.000-8.000 jaar geleden had je de eerste vestiging van de mensen, hè. Werd men van nomaden, settelde men zich en had men ondertussen al de granen ontdekt en begon men ook deze granen effectief te kweken en onze basisgranen waaruit tarwe en spelt voorgekomen zijn, dat is emmertarwe en eenkoren en van daaruit hebben zich bepaalde nieuwe rassen ontwikkeld op een spontane manier, dus niet gemanipuleerd, zodanig dat we op een bepaald moment met een tarwefamilie waren en met een speltfamilie. Die onderscheiden zich vooral op de manier dat ze moeten gekweekt worden, enerzijds. Anderzijds hebben de speltvarianten meestal wat meer smaak tegenover de tarwevarianten. Maar dat is ook heel persoonlijk. Wat dat de herkomst betreft van onze granen dan, die proberen we eigenlijk, die kopen we altijd bij een groothandel in granen en zaden die ook een biologisch circuit hebben. Dus waar het kan, kopen we biologisch graan. Wat we ook
nu en dan doen is kijken de korte keten. Dat betekent eigenlijk dat we proberen graan te kopen uit de nadere omgeving, want bij de groothandel hebben we eigenlijk minder zicht over de herkomst van het graan. We weten wel, het komt van Frankrijk of het komt uit Duitsland of nog uit de verdere vroegere Oostbloklanden, dat weten we wel. Terwijl bij de korte keten heb je duidelijk, die een boer heeft dat gekweekt op die een datum in zakken gestoken. Het probleem is natuurlijk een beetje dat de prijs bij de korte keten een heel stuk groter ligt dan bij de groothandel in granen. En daar moeten we soms een beetje in schipperen. Ook omdat we eigenlijk, onze prijzen zijn niet echt commercieel. Zijn een beetje minder. Maar de bedoeling is wel dat we er iets aan overhouden. Ook, dat is ook heel belangrijk om te zeggen, al onze activiteiten in de molen en buiten de molen, die zijn allemaal vrijwilligerswerk. Dus het verkopen van meel en bloem, al de opbrengst daarvan gaat naar de kas van de VZW die de molen beheert. De mensen komen heel graag naar hier en meestal na de tweede keer krijg ik enorme complimenten over de kwaliteit van het meel en van de bloem. Waarbij dat ze duidelijk stellen dat ze een smaak hebben herontdekt en ook het plezier van brood bakken, omdat ze werkelijk van de basis moeten beginnen. Smaak en textuur en dergelijke. Ik denk dat er niets beter is dan op steen gemalen meel. Waarbij dat eigenlijk alle kwaliteiten erin blijven en waarbij dat er ook niets aan toegevoegd wordt. Dus er worden geen bewaarmiddelen toegevoegd, er worden geen smaakmakers toegevoegd of verbeteraars. Alles is 100%. Ook door het feit dat we witte biobloem verkopen, is er ook geen enkele toevoeging. En het zijn eigenlijk de mensen zelf die zeggen dat het beter is. Dus ik hoef het niet te verklaren. Ik hoef het ook niet te motiveren. Het zijn de mensen die zeggen van, heel lekker brood. Als je eigenlijk in het normale circuit brood koopt, meel en bloem koopt, word je meestal geconfronteerd met bewaarmiddelen en ook met een broodverbeteraar. Wat is de bedoeling daarvan? De bedoeling is eigenlijk dat de mensen optimaal succes kunnen hebben met hun brood te maken. Want teleurgestelde mensen, die blijven geen klant. Het spreekt vanzelf als je brood, als je bewaarmiddelen toevoegt, dat je meel en bloem langer bewaart. Maar anderzijds heb je ook het logisch minder van kwaliteit worden, een soort verzuren van de eiwitten. Dus die los van het feit van bewaren, eigenlijk toch in gang gaan. En eigenlijk een andere reden om bewaarmiddelen toe te voegen is gewoon het feit dat meel en bloem zijn een organisch materiaal waarbij dat je zonder twijfel neem je na 5-6 maanden het risico hebt dat er zich daar stilaan meelworm in ontwikkelt en ook meelmotjes. En dat is natuurlijk onaantrekkelijk om van daaruit nog verder brood te maken. Voor het verkopen spelen wij heel kort op de bal. Dus dat betekent eigenlijk dat we ook verwachten dat de mensen enerzijds geen voorraad kopen om 6 of 7 maanden mee verder te doen. Maar dat ze dus eigenlijk kijken naar hun normale verbruik en dat op basis daarvan om de maand, om de 2 maanden terugkeren. Zodanig dat ze niet het risico lopen om geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld meelworm. Meelworm is allesbehalve schadelijk. Integendeel, het wordt compleet geïndustrialiseerd momenteel om allerhande producten mee te maken. Het zit vol met eiwitten en andere goede voedingsstoffen. Maar ik kan me voorstellen, als je je zakje open doet en je ziet een worm naar boven kruipen, dat je zegt, eikes. Onze bloem wordt hier verpakt en ons meel in gewone, eenvoudige papieren zakken. En de enige raad dat we aan de mensen meegeven, bewaar het min of meer koel. Dat betekent niet aan +5 of zo, maar gewoon op een normale temperatuur, 15, 16 graden. En niet afgesloten en niet in een vochtige ruimte. Dus
Steek het niet in plastieke dozen, sluit het niet af tot en met. Want eigenlijk is het een levend materiaal. Waarbij dat je eigenlijk moet zorgen dat het ook luchtig blijft. Mensen die bij ons komen hebben meestal toch al een beetje ervaring met het broodbakken. Maar ik merk dat ze ook heel dikwijls door het bos of door de bomen het bos niet meer zien. Dat betekent eigenlijk, ze hebben in x aantal boekjes gekeken, ze hebben gesurfd, ze hebben gegoogeld en het is eigenlijk overal een beetje anders, zodanig dat ze geen echt houvast hebben. Mensen waarvan ik hoor dat hier geen houvast hebben, geven we eigenlijk een basis mee voor het aanpakken van een eerste broden te bakken. En een van die basissen is gewoon een goede verhouding hebben. Dat betekent de goede hoeveelheid meel en bloem, de goede hoeveelheid water en de goede hoeveelheid gist, het zij zuurdesem. En daarmee kunnen ze starten. In de keuze meel en bloem raden we ook meestal aan, begin eens met de helft bloem en de helft meel. Is je brood nog te grof, een beetje meer bloem. Vind je, het mag grover zijn, een beetje meer meel. En dan starten ze van iets waarbij dat ze eigenlijk al kunnen beginnen spelen. Een beetje meer water, nee, minder water. Zout is een voorkeur. Olie of boter of dergelijke zijn ook voorkeuren. Dat verandert niks aan de kwaliteit van de bloem. Dat is gewoon iets om het meer op smaak te brengen. Of om je brood een beetje kneedbaarder te maken. Die basissamenstelling is... op basis van uw gewicht van meel en bloem, laten we een voorbeeld geven. We nemen 1 kilo bloem en meel te samengevoegd. We nemen daarop 600 gram water. We nemen daarop 2% gist op een kilo, is 20 gram. En we mengen. Zelf brood bakken is voor veel mensen werkelijk een plezier. Ook voor ons. Je hebt gewoon alles zelf in de hand. Je weet dat je met een eerlijk en zuiver product werkt. En je geniet 10 keren meer op het moment dat je het bakken van het brood ruikt. Dat je op de korst klopt, dat je hoort, dat klinkt mooi hol. En dat je je brood met een krokante korst uit de oven haalt. Voor mij... is de stap ervoor ook heel belangrijk. Dat betekent alles wat dan met malen en zo te maken heeft, is dat eigenlijk een terugkeer naar hoe dat onze maatschappij en hoe dat onze gemeenschap vroeger in elkaar zat. En ik spreek dan al vanaf de middeleeuwen tot onze industrialisatie, waarbij dat de stilletjes aan een andere kant is opgegaan. Eigenlijk de verbondenheid van de molenaar... met de natuur, met de producten, met de natuur, met een natuurproduct maken en met de mensen een natuurproduct bezorgen.